Zo. Ik dacht al dat ik je stem net hoorde, maar ik kon hem niet helemaal plaatsen. Wat een verrassing. Wat betekent de Bijlmer voor jou, als ik mag zeggen, Saskia? De Bijlmer. Nou ja, de Bijlmer betekent voor mij, vanwege al die verschillende culturen... Ja. Betekent de Bijlmer voor mij echt een rijkdom. En een rijkdom van mensen die hun geschiedenis meenemen... hun kennis, ervaring, allemaal uit hun eigen landen. Ja. En dus voor mij is dat echt een cultureel kapitaal. Zo zie ik de Bijlmer. En ja, ik zou zo willen dat dat... meestal wordt de Bijlmer gezien als een soort eilandje. Is het misschien ook wel, een eilandje. Maar ik zou zo graag willen dat mensen daar de waarde van inzien. Ja. En dat vind ik nog wat te weinig. Wat zegt het voor jou? Je hebt, ik heb nog niet gehoord wat het voor jou persoonlijk betekent. Voor mij persoonlijk? Emotie. Voor mij? Ja, voor mij is het echt mijn cultureel kapitaal, vind ik, de Bijlmer. Leg het even uit, je cultureel kapitaal. Ja, het is interviewer, je doet het goed. Ja, ik wil even, wat betekent de Bijlmer voor jou? Ja. Bedoel ik even, die emotie. Ja, ik denk, als ik het over emotie ga hebben, denk ik heel veel liefde voor de Bijlmer. Ja? Heb ik. Goed zo. Heel veel liefde en heel veel kracht en ja. Heel veel... Nou, ik zie gewoon... Aan de ene kant zie ik heel veel mensen struggelen. Aan de andere kant zie ik heel veel mensen bloeien. Uh-huh. Dus voor mij geeft dat heel veel energie. Maar voor jou, dus ik zeg altijd... als ik tegen jou zeg, voel je je thuis in de Bijlmer? Mag ik ook een vraag stellen? Ja, is dit een... Zij, ik zit bij de politie. Ja, ik moet je interviewen. Dus ik moet even vragen. Ik ben net opgepakt. Is de Bijlmer een plek waar verzet of afwijzing zich duidelijk uit? Ja. Hoe zie je dat? De Bijlmer is verzet, vooral dat stil verzet. Dat komt duidelijk uit. Als ik het heb over een aantal zaken die niet goed gaan, overlast, elkaar niet accepteren, dat mensen, wanneer mensen geen verandering in kunnen brengen, ze wel zeggen, het lukt me niet, ik ga weg. Omdat je niet machtig genoeg bent om oplossing in te brengen of verandering in te brengen, dan ga je weg. Uit en verzet. Weg. En wat bedoel je weg? Gewoon weg, helemaal weg. Weg verhuizen. Fysiek wegverhuizen? Ja. Ja, fysiek wegverhuizen. Maar soms ook je niet bemoeien met andere zaken in de omgeving. En is dat ook wat je bedoelt met het stille verzet? Dat is het stille verzet. Stille verzet. Ja, je hebt het geprobeerd een keer. Je hebt je laten horen, maar er wordt geen aandacht aan besteden. We hebben dus... begin van de Bijlmer hebben we heel veel autochtone bewoners gehad. En toen kwamen de migranten binnen. Want ze gaven aan van, ik herken mij niet in deze omgeving meer. Mm-hmm. Wat ik had verwacht te vinden, dat vind ik niet. Ja. En ik kan het niet veranderen. De stroomversnelling is zo hard dat ik het niet kan buigen. Mm. En ook niet kan helpen buigen. Dus dan trokken ze weg naar... Trokken ze weg. En dan heb je Purmerend. Purmerend, Diemen. Almere, Lelystad. Ja. Met alle, ik zeg niet gevolgen ervan. Maar ja, dan moet je anders weer gaan investeren. En dat kost ook veel energie. Ja, ik vind het wel heel interessant om na te denken... hoe kun je nou die betrokkenheid van mensen die in een anonieme stad wonen... hoe kun je dat nou... gestalte geven. Ja, hoe kun je er nou voor zorgen dat mensen zich wel echt thuis voelen? En... ik woon in Zuidoost. En ik heb 10 jaar of 13 jaar buiten Zuidoost gewoond. Dus Amsterdam Oud-West, Amsterdam Nieuw-West, Geuzeveld. Maar de rest van bijna van 50 jaar in Zuidoost. Ik heb de Bijlmer zien groeien, maar ook zien verloederen. Maar ik heb ook de vernieuwing meegemaakt. Ik heb zelf in mijn werkgroep gezeten bij de vernieuwing Bijlmermeer. En ik heb altijd gezegd, van, het is niet alleen de technische... vernieuwing, maar de sociale vernieuwing is belangrijk. En daar probeer ik goed over na te denken. En op verschillende trajecten zie ik jou ook. En soms heb ik fel kritiek hoe mensen... ik zeg altijd, wat men in Zuidoost doet, is... een kinderhand is gauw gevuld.
een projectje hier en een projectje daar. Maar structureel iets neerzetten in het sociaal domein, dat is er niet. Dat is nog niet helemaal. Ja. Maar wat mij wel verbaast is dat, wat ik heel erg merk, is dat toch wel de mensen, ook de groepen die hier bezig zijn, dat die toch heel erg naar binnen gekeerd zijn. Niet zichtbaar, maar ook niet op internet of Facebook. En dan zie ik in andere stadsdelen, zie ik dat heel erg gebeuren. Ja. Dat mensen zich weten echt te laten kunnen laten zien wat ze doen. En hier is het heel erg van, nou, zichtbaar worden. Ja, in een cocon. Zichtbaar worden is niet nodig. En misschien ook wel, ik hoef niet te laten zien wat ik per se doe. Je valt op. Ja, je valt op. En ik denk soms, dat naar binnen gekeerd, dat we zouden juist zo kunnen verrijken door veel meer te laten zien wat we hier doen. Want er zijn zulke mooie projecten van bewoners in Zuidoost. Ja. Waarvan je kunt denken, dat zijn voorbeeldprojecten voor de hele stad. Ik wil een voorbeeld in de K-zone. Het ging over een pleintje. Ja, dit is de flyer van die participatiestaking. Ja, ja, zie je? Mooi ding. Ik denk dat je dus als betrokkenen wel naar gekeken hebt. Bestuurlijk is heel veel beloofd. Heel veel toegezegd. En ik kreeg laatst dat mensen zeggen, ja, er is niet goed gecommuniceerd. En vooral met mensen die niet die vaardigheid hebben om mee te kunnen participeren in de systeemwereld. Ja. Ibo, heb jij daar een antwoord voor mij? Nou ja, kijk, wat volgens mij het eerste probleem wat ze schetsen was dat ze heel graag zelf onderzoek wilden uitvoeren wat de buurt wil. Ja. En toen heeft de gemeente gezegd, nee, wij gaan het doen. Ja. Die gaf geen ruimte voor bewoners om het zelf, om bottom-up iets aan te pakken. Vervolgens is een heel traject door de gemeente ingezet. En een groepje bewoners heeft gezegd, of het nou onterecht of terecht is, heeft gezegd van, want de gemeente had gevraagd of ze op twee modellen wilden reageren. Okay. En toen hebben bewoners gezegd tegen andere bewoners, ga vooral niet stemmen. Ja, we zetten een participatiestaking in. Nou, voor mij is dat gewoon een vorm. Ik vind dat een mijlpaal in de hele participatiegeschiedenis. En omdat ik zoiets heb, hebben ze radicaal ingezet van, luister nu eens naar ons. Ja, ongeacht of de gemeente geluisterd heeft of niet. Ik bedoel, het is een realiteit die ver van elkaar af ligt. Ja, ja. Maar ik vind het wel goed als bewoners op die manier hun stem laten horen. Ja. Omdat anders gaat de gemeente maar door met van alles en nog wat. En dan plannen ze en dan komen de wijken waar mensen gewoon niet tevreden over zijn. Dus ik vind het een goede methode. Maar weet je wat ik het mooie daar vond? Wat ik constateerde toen de groep bezig was, dat het vaker jongeren zijn, dus goed geschoold, wonen in die omgeving. Die zijn ook daar geboren. En ze hebben het over hun eigen mensen. Ja. Eigen ouders, eigen vrienden, eigen teamgenoten, hoe je dat ook mag zeggen. Ik constateerde, en ik weet niet of jij dat ook geconstateerd, de liefde voor hun eigen omgeving. Mm-hmm. Want dit is voor mij. Dit is voor mij. Ja. En dat, die erkenning, die staat erin. En dit is een stukje stil protest, hè? Ja. Tegenaan schoppen of het dwars liggen. Nou, ik denk wel dat mijn verzet, zeg maar de oorsprong, is denk ik echt ontstaan doordat ik zag dat dat de machtige partijen, zoals de corporatie, de gemeente, eigenlijk altijd het meeste te vertellen hebben. En ik wil juist dat de mensen, bewoners zijn een hele belangrijke partij, maar die hebben vaak niet de middelen om in te zetten. Dus juist de mensen die benadeeld worden, om die juist een stem te geven en een soort van, dat er naar hun geluisterd wordt. En ook meer gewicht aan hun stem geven. Ja. Ik denk dat bij mij wel, maar dat heb ik altijd al gehad. Hè. Als je een groepje mensen hebt en ik zie dat er iemand iets moeilijker heeft, dan zou ik eerder naar diegene toe neigen die het wat moeilijker heeft dan die andere. Dus ik denk dat voor mij wel hetgene is waar ik mijn kracht uit haal om te zorgen dat de wat zwakkere weer sterker kunnen worden. Samen met de anderen. Dan zorg ik dat ik medestanders heb, die dat ook vinden, dat je samen sterk staat.
Dus wel echt groeperen. Dat is wel iets wat ik dan denk ik wel doe. Ja. Het is net als de mieren, hè? Eén mier kan weinig. Maar een heleboel. Ja. Die zorgen dat het bos helemaal kaal is. Ja. Weet je? Dat is zoiets. Ja.